U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt vrij veel bewolking boven Nederland met af en toe een klein gaatje en er ligt dikkere bewolking ten westen en zuidwesten van ons land voor ons klaar. Betekent dat het weerbeeld vanochtend over het algemeen bewolkt is, hier en daar een enkel gaatje in het wolkendek. Op de meeste plaatsen is het wel droog, hoewel er hier en daar wel een spatje motregen kan vallen. Ook vanmiddag een enkel gaatje in het wolkendek in het zuiden en zuidoosten van het land. Verder in het algemeen vrij veel bewolking. Hier en daar valt al een enkele bui. En aan het eind van de middag worden de buien duidelijk steviger. En kan er ook onweer bij zitten. Met kans op forse windvlagen. Verder een zachte dag vandaag. Maximaal 19 of 20 graden in het zuidoosten van het land. Morgen is dat heel anders. Want dan halen we met moeite de 11 graden. Er staat een stevige westelijke wind. Er valt nog een enkele bui. Maar er is zeker ook ruimte voor de zon. Duidelijk veel meer dan Vandaag. Kijken we dan naar de dagen die volgen, dan hebben we woensdag en donderdag droog weer. Vrijdag kan er wel weer een enkele bui vallen. En vooral woensdag hebben we veel ruimte voor de zon. De zon doet ook donderdag en vrijdag nog wel mee. Temperaturen liggen rond 13 graden in deze periode bij een meest westelijke wind. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.